Goedemorgen iedereen en welkom bij Vlogmasdag 26! Vlogmas over en out, maar we hebben besloten om toch nog een paar dagen erbij te doen. En aangezien het de week is, vloggen we toch ook. Wel aan het denken om misschien eens een weekje vrij af te nemen van de vlogs. Zeker na Vlogmas, omdat het zoveel is. Maar ik ga zien. Dat is momenteel nog niet aan de orde, dus we zullen zien. We gaan nu vertrekken naar Sam zijn ouders. We zijn beide ziek. We hebben beide keelpijn, loopneus, verkouden, zo'n stuff, wat wel kut is. Maar ja, zeker voor kerst, oh, dat is mijn favoriete periode en dan voel ik me zo. Maar ja. Kerstmis is mijn favoriete feest. Ja. Gaat dat zo? Nee, denk ik. Ja. We gaan nu vertrekken. Wij zorgen voor de hapjes, dus we moesten iets vroeger zijn. Maar die wonen hier echt op. Nog geen 2 minuten. Dus let's go. Kerstmis. Vrolijk kerstmis trouwens iedereen. Vrolijk kerstfeest. Van ons familietje naar jullie familietje. Mm. Familiefeest was echt wel leuk. Super lekker. Vol gegeten, man. Ik kan echt niet meer van het eten. Heel lekker. Mama, ja. Top gekookt. Dat was echt top. Dat was echt heel lekker. Ja. En nu gaan we onze kerstcadeaus nog laten zien. Voordat we gaan slapen. En eerst nog wel werken dan slapen. Ja. Want morgen hebben we een speciale verrassingsdag met Jolien en Jeno. We weten niet wat dat we gaan doen. Nope. We weten alleen dat we heel vroeg daar moeten zijn. En aangezien we beiden wel een beetje ziek zijn, willen we toch nog graag slapen. Ja. Dus het is nog maar 7:45, maar dan gaan we ons bedden. Als zelfs bedden, man. Inderdaad, ik denk binnen een uur of zo. Het is nodig. Oké. Ik zal beginnen, sorry. Gaat jij beginnen met uw cadeaus? Ja, om de beurt gewoon iets laten zien. Ah ja, is goed. Van mijn zus had ik dit van Lush gekregen. Het wordt een altijd zo mooi ingepakt in zo'n sjaal. Ik heb de Santa Belly Jelly, wat onder de douche, gekregen. En zo een shower bath bomb. Dus dat is wel heel tof. Vind ik super leuk en dat ruikt trouwens echt mega goed. Ja, dat ruikt echt vuil. Ja. Komt dat hier. En dan nog van mijn zus had ik Streaking Kittens gekregen. Dat is een expansion pack voor ons Exploding Kittens spel. Ja. Dus dat kunnen we daaraan toevoegen. We spelen ik ben wel heel benieuwd. Vakantie ook met Annelies, dus dat is wel tof. Dan kunnen we zo. Even. Kijk tof. Allee, daar weer nog dingen aan toevoegen. Echt muffin. Oké, show something from you. Yes. Ik heb een armbandje gekregen voor mijn Fitbit. Ik had een standaard bandje voor mijn Fitbit horloge. Maar dat vond ik een beetje aan mijn tanden omdat ze zo rubber met een gesp was. En ik wou, deze is zwart en die is zo magnetisch. Dus die kun je zo snel van lengte verstellen. Dus die ga ik zelfs eraan. Oké, okay, dan mag iets van mij. Bol.com. Cadeaukaart van bol.com. Ja, ik heb iets heel chic van Thalissa gekregen, namelijk een hoesje voor mijn gsm, op maat gemaakt. Er hangt iets op. Er hangt iets op. Ja, het is weg. Ah nee, hier hangt het. Ja. Het is een hoesje gemaakt door Smooth, met de hand, met de laser gesneden, zelf gemaakt voor mij.
En dit is het. Ja, een hoesje van BMW gesneden met M logo erbij. Ik vind het super cool. Past op mijn iPhone X. En daar heel erg blij mee. Ja. Pak je schatje. En dan had ik van Swan studio lichten gekregen. Oh, dat mag niet zo hard omhoog. Ja, ik heb er twee gekregen. Ook nog de statieven en de batterijen en zo. Maar dit is hoe het eruit ziet. Leander had dat. En dat is wat we gebruikt hebben voor onze Vlogmas intro. Ja. Dus ik zei van, ik wil dat ook. Ja, we hebben hier handig. Niet altijd goed natuurlijk licht en nee, zeker s'avonds niet. En nee. Dat is en geel en zo. Dus, ja. Oh, ik heb de hik, sorry. Is oké. Ik heb nog een hoesje gekregen van mijn gsm, maar die is nog niet aangekomen. En het is ook weer van Empower, weer van BMW. Ze kennen mij precies, hè? Ja. Komt dat? Ja, hallo. Alsof ik daar zoveel over praat of zo. Ja. Dan heb ik nog van papa parfum gekregen, L'Intre Dit van Givenchy. Die wou ik wel graag. Ja, ik ken dat zelfs niet. Ja, ik wou die. Je hebt deze en je hebt nog zo'n andere. En een van de twee wou ik maar. Ja. Ik ben blij met deze. Ruikt echt super goed. Ja, ik heb ook parfum gekregen. En het is een vrij groot parfum, precies. Nee, het is meer. Het is een hele doos met. Oh, we moeten open. Daar, ja. Ik heb dat er wel open gedaan. Ja. Dat is wel echt vet. Het is Invictus van Paco Rabanne. En er zit ook zo douchegel bij. Dus ik ben benieuwd. Ik heb Invictus wel al eens gehad ervoor. Ene keer. Nu heb ik een andere, maar. Het is goed om naar deze terug te switchen. Cool. En dan heb ik nog dit cadeau gekregen van Sam zijn tante. Dat is groot, hè? Een vliesdekentje. En als jij deze kant kunt vasthouden, kunnen jullie het wel zien. Ta-da-da. Ik weet niet of jullie het zien. Wij zijn het. Het zijn wij op een vliesdeken. Hoe grappig is dat? Dat is wel echt chic. Ja. Ja. Dat is wel echt chic gevonden. Ik wist niet eens dat dat kon. Ja, ja, hoe groot is dat? Ja, dat is wel vet. Ja. Ik heb een Coyote Mini gekregen. Dat is zo'n radarverklikker voor een auto. Ik had één, maar die was helemaal uit elkaar aan het vallen. Kei oud. Dus heb ik een nieuwe gekregen. Kei goed. Dan heb ik nog Sam zijn ouders Rituals gekregen. En dit is een nieuwe. Ja, limited edition. Ja, limited edition, maar nu weet ik niet meer hoe die noemt. Ik ga kijken. Ja, het is al op zich een heel mooie doos. Echt kei mooi. En dan erin, en we gaan weer op zijn kop, zit een foaming shower gel in pomegranate en watermelon. Het is de Ritual of Yalda. Yalda. En dan een kaars zit erin, die ruikt echt goed. Ja, die ruikt wel heel goed. En dan een bruisbal, ik weet niet of jullie dat zo gaan kunnen zien. En een body lotion. Daar ben ik wel echt super blij mee. Dat is kei tof. Daar heb ik het meest origineel cadeau gekregen, denk ik, waar ik wel heel blij mee ben. Het meest origineel? Origineel toch, ja. Het is een pot met geld. En het is mijn nieuwe tattoo fund, dus dat wil zeggen dat ik hiermee moet sparen voor mijn nieuwe tattoo. Er zit al wel wat geld in, hè? Er zit al geld in, ja. Omdat ik weet dat Sam graag aan zijn andere onderarm wil beginnen. Dus ik dacht, in plaats van gewoon geld te geven, ga ik dan zo'n pot steken. Ja, dat is kei leuk. Ja. En dan, last but not least, hebben we van mijn ouders nog twee kaartjes gekregen. En daarin, geen gewone kaartjes, daarin staat dat wij vliegtickets krijgen naar Amerika voor Pasen. Ja. Omdat wij dus mee mogen naar Amerika. Dat is echt heel chic. Met mijn ouders en mijn zus. Had ik niet verwacht. Nee, ik ook niet. Fijn. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En een grote kost uitgespaard voor ons. Dus daar zijn we wel heel dankbaar voor. Thanks. Maar ik wil, we willen niet braggen of zo door deze cadeaus te laten zien, want dat is niet waar kerst om draait uiteindelijk. Ja, maar ik weet dat jullie dat graag zien, dus bij deze hebben we het laten zien. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. En wij zien jullie
Morgen.